Ruud Brood, vooraf zei je, we moeten Achilles niet onderschatten, want ze kunnen nogal gretig starten. Dat hebben we gezien. Ja, we wisten ook dat ze in de spelafvatting sterk zijn. Lengte, fysieke kracht. Ja, dan help je ze een beetje mee in het zadel, want de wedstrijd moest nog beginnen. En daar sta je 1-0 achter. Dus hebben dat, heel vervelend. Hebben jullie daar wel mee verrast? Hè? Ik neem aan dat je toch wel een boodschap meegaf in het veld van, let daarop. Nee, want dat zijn duels die je normaal gesproken goed aan kan gaan en je weet wie je moet dekken. Nou ja, nu was het probleem daar dat je eigenlijk een onnodige corner weggaf en dat je niet goed voor het doel verdedigde. Ja, dat kunnen zij. Al met al, het is 6-2 geworden. Ik denk dat je als trainer tevreden mag zijn dan. Jawel, want het had ook richting 10 kunnen gaan. Op een gegeven moment zoveel kansen hebben we gehad, tweede helft. 6 goals gemaakt, goede goals gemaakt. Prima aanvallen, dus daar zijn we ook heel tevreden over. En dan hoor je op het eind van de wedstrijd ook nog dat de concurrentie punten heeft verloren. Ja. Maakt dat de middag extra glansrijk? Nou ja, dat is een mooie zondag. Zo moet je het dan zien. We hebben de laatste twee thuiswedstrijden 11 doelpunten gemaakt, veel kansen. En het is altijd lekker als de concurrentie dan ook wat laat liggen. Zeker met wat eraan zit te komen volgende week. Dus daar zijn we heel content mee. We hebben er geen invloed op, maar beter zo dan andersom. Dat wij punten laten liggen en dat zij over ons heen zou gaan. Maar competitie is natuurlijk nog heel lang. Ja, maar toch, volgende week bij winst ben je gewoon voor de tweede keer periodekampioen. Ja, ik heb ook gezegd dat ik alle periodetitels wil winnen. Dus laten we daar maar vanuit gaan dat we er alles aan gaan doen. Ondanks dat we in kwantiteit niet zoveel spelers hebben. Maar moet ik iedereen wel een compliment maken, ook die jongens die invielen. Dat we het altijd hard blijven werken voor het resultaat en weer de veerkracht hebben getoond. Om zeker met de supporters hier om er een mooie middag van te maken. En ja, volgende week is weer een wedstrijd op zich waarbij we, waarbij we natuurlijk niet onder hoeven te doen voor Rode SC. Dankjewel, succes. Ja. Hoi.